ben draaiorgelman in Amsterdam. Ik exporteer een draaiorgel en nog een beetje op een bijna authentieke wijze. Alleen draaien met de hand, dat gaat tegenwoordig op een motortje. Mijn werkdag is als volgt. Ik ga 's morgens vanuit Alkmaar, want daar woon ik, met de auto naar Amsterdam. En dan rijd ik naar de bogen, hier tussen de bogen onder de spoorbaan. Daar staat mijn orgel gestald en dan rollen we het zeil op, maak het orgel helemaal klaar. En dan rijd ik richting de stad of in de Jordaan of net welke wijk ik heb per dag. En dan, nou ja, dan gaan we lekker geld ophalen en dan leuk de mensen aanspreken, onder de mensen zijn. Proberen dan iedereen een beetje te plezieren en te laten genieten van het mooie draaiorgel. Ik ben 5 dagen gemiddeld per week actief met de draaiorgel. En ja, dat is, want het is natuurlijk mijn broodwinning. Ik ben nog een van de laatste beroepsdraaiorgel-exploitanten in het land. Nou, ik ben orgeldraaier geworden. Ik heb van mijn hobby dus mijn werk gemaakt. Ja, gedreven door passie. Ik denk ook dat je dat anders niet kan doen, dat werk. Het is een uit de hand gelopen hobby eigenlijk. En ik was natuurlijk zo met mijn hobby bezig dat ik dat eigenlijk niet meer goed combineren kon met mijn werk. En toen dacht ik, nou ja, toen was ik ook nog jonger natuurlijk. Toen dacht ik, waarom ga ik niet proberen om beroepsexploitant te worden? En dat is tot vandaag de dag nog steeds positief uitgepakt. Dus geen spijt van. Vroeger, dat ik een jaar of 7 was, kwam bij ons in de straat altijd een orgelman. 1 keer in de week vast, die orgelman die ik dus ook ging helpen. Vanaf mijn 7e heb ik al een mansbakje vast en sta ik al geld op te halen. Dus ja, ja, en zo is het eigenlijk steeds erger geworden. En ja, toen ik 18 was, had ik al mijn eerste eigen orgel gekocht van al het bij elkaar verdiende geld. Al 30 jaar heb ik al vergunning in Amsterdam. Op zaterdag draai ik altijd in de Jordaan. En dan ga ik dinsdag, donderdag en vrijdag ga ik altijd in de Kalverstraat, Heiligeweg. Dus ook zeg maar in het centrum van Amsterdam. En 1 keer in de week in Alkmaar. Het belangrijkste is natuurlijk dat het geld is veranderd. We zijn natuurlijk van de guldens naar de euro's gegaan. Dat had natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. In het begin was het natuurlijk een voordeel dat iedereen nog zijn guldens en kwartjes en dubbeltjes bij mij toch wel kwam inleveren. Dat was heel leuk. Ja, het wordt allemaal wel een beetje wat minder de laatste tijd. Ik merk natuurlijk ook dat mensen weinig contant geld meer in hun zak hebben. Veel mensen die doen alleen aan pinnen. Ja, ik begrijp het zoiets niet, maar ja, het gebeurt wel. Dus, ja, maar zolang ik nog mijn boterhammetje kan verdienen, ga ik er ook vanuit dat mensen het nog waarderen. Dus ja, ik kom er nog steeds van rond. Ja. Dit is draaiorgel De Bandiet. Hij is gebouwd in tussen 1989 en 1990 bij de firma Pleur in Bussum. Alleen het orgel. Het front wat je ziet, dat heb ik zelf gemaakt. En de schilderijen die erop zitten. Een paar die heb ik aangeleverd gekregen van Cort Pelé. En het middelste schilderij met de naam erop van De Bandiet. Die heeft Jaap Tuin uit Emmen voor me geschilderd. En de rest van het schilderwerk heb ik zelf gedaan. Ja, ik kom natuurlijk hier in de Jordaan langs vele kroegen. En omdat dat orgel, ja, ze noemen mij gewoon bandiet. Ze vinden mij natuurlijk een boefje. Dus, nou. Dus ja, en het orgel heet ook De Bandiet, dus vandaar Ruud Bandiet. In 1990 is het dan voor het eerst op straat gekomen. Maar het werkt nog helemaal volgens het oude systeem van een draaiorgel. Je kan aan het wiel draaien, dan breng je dus de blaasballen in beweging. Komt de lucht in het magazijn en vanuit het magazijn gaan er allemaal slangen naar bepaalde functies. Windbak of mechaniek of... Ja, dan doe je er een boek in. Het boek is eigenlijk het programma. En er zitten natuurlijk gaatjes in. En dan de luchtsignalen geven commando aan de pijpen of de trommels of de poppetjes die ervoor staan. En ja, als je eraan gaat draaien met de hand, doet hij het ook in dit geval. Maar omdat ik ben eigenlijk een eenmanszaak. Nou, vandaar dat ik eigenlijk al heel lang op een motor draai. Ik heb wel gedraaid vroeger, maar dat doen we niet meer. De draaiorgels zijn altijd verbonden met de Jordaan. Ook vanuit de Jordaan vertrokken de orgeldraaiers, omdat die orgels dan daar gestald stonden. Ook vroeger ook nog wel op straat, maar toch bij Parlé en bij Melman stonden de Brouwersgracht ook zomaar 10 orgels binnen. En die vertrokken dan vanuit daar richting de stad of richting de buitenwijk of net hoe dat ging. Dus ja, en mensen in de Jordaan van huis uit zijn meer van de gezelligheid. Dus er werd gedanst op straat en ja, de orgelman werd betaald. En de mensen vonden het echt leuk, vrolijkheid, gezelligheid. Ja, over het algemeen zijn de reacties positief. Toeristen vinden het allemaal geweldig, maken ook allemaal een foto. Snappen soms alleen niet dat ze ook een kleine bijdrage moeten doen in het bakje. Nou ja, winkeliers die zijn er wel aan gewend. Komt elke dag wel een orgel voor de deur en ja, dat hoort gewoon bij deze stad. Amsterdam is Amsterdam, zonder orgel zou het niet gezellig zijn.